Vandaag staat weer een hele leuke vissessie en natuurlijk video op de planning. Ik ben hier vandaag aan het Noord-Hollands kanaal. Een lang kanaal, breed kanaal, super mooi kanaal met heel veel vis en vooral brasem. En brasem is vandaag de vis waar ik op uit ben. Tactiek gaat zijn met de vaste stok. En bij deze video maak je ook nog eens kans op een coole goodiebag waarin eigenlijk alle spulletjes zitten die je voor een visdag als deze nodig hebt. Nou, en hoe maak je kans op deze goodiebag? Heel simpel. Laat gewoon een reactie achter, een leuke reactie onder deze video. En dan zoeken wij een winnaar uit binnen 4 dagen nadat deze video geüpload is. Nou, goed peilen voor een visdag is natuurlijk cruciaal. Dat heb ik ook net gedaan. En omdat ik vandaag op brasem ga vissen, doe ik eigenlijk niet heel veel anders qua peilen dan wanneer ik een andere visserij zou doen. Maar het allerbelangrijkste is dus dat je weet hoe de brasem normaal gesproken aast. En dat doen ze altijd naar beneden op de bodem. Dus in de regel vis je dan ook iets over de bodem. Hoe heb ik gepeild? Ik heb in principe wel staande haak gepeild. Dat betekent dat wanneer mijn pijlootje net de bodem aantikt, de antenne van de dobber net zichtbaar is boven water. Nou, dat teken ik af op de hengel, zodat ik altijd precies weet wat de exacte diepte is. Maar zoals ik net zei, brasem is in principe een bodemazer. Dat betekent dat ik in de regel ook iets over de grond vis. Nou, en dat kan variëren van 2 centimeter tot een hele onderlijnlengte van 20 centimeter. Dat is een beetje afhankelijk van de visdag. Nou, in de regel vandaag ook ga ik starten 1 centimeter of 10 over de bodem. Ik wil notabene een brasem vangen. Maar als de visserij erom vraagt, om wat voor reden dan ook, kan ik altijd iets verder over de bodem gaan. Of juist iets minder ver over de bodem. En dat is mijn uitgangspositie. En zo ga ik vissen. De eerste vis van de dag is een feit. Die kwam op het lichtere touwtje wat ik heb. 1,5 gram. 1 centimeter of 10 over de bodem. Nee, ik zou zeggen, perfecte start van de sessie. Het is nog geen monsterbrasem, maar het is er in ieder geval 1. En het aas was 3 dikke witte dode maaien. Ik zou zeggen, hij gaat terug en ik ga kijken of er nog één zwemt. In het begin had ik eventjes moeite, maar nu, ik heb net een balletje gekupt en direct daarna vang ik 2 vissen. Net een brasem en een iets kleinere vis. Nu hangt er weer een aan. Dus heel bijzonder om te zien dat net na het kuppen, dat het direct vis oplevert. En dit is, als ik het goed zie, ja, een onvervalste ruisvoren. Ik heb net natuurlijk gepeild en ik heb verschillende dieptes, of mijn dobbers op verschillende dieptes gezet. Ik ben begonnen met de lichtste dobber, de 1,5 grammer. En die staat 1 centimeter of 10 over de bodem. 2 dikke witte dode maaien en zo te zien vinden ze dat wel lekker. Iedere visserij die je doet met de vaste stok is het belangrijk dat je niet probeert om de vis zo snel mogelijk omhoog te trekken zoals dit. Om hem juist heel rustig laag te houden. En in dit geval is echt naar de zijkant te trekken. Want wat gebeurt dan? Die vis die houdt zich rustig. Die gaat niet bovenin spartelen. Maar belangrijker nog eens, als die boven komt, dan komt die precies net voor het net voor, omhoog. Ja, en dat is het moment dat je hem ook wilt scheppen. Dus je ziet nu, die vis die komt hiervoor pas naar boven. Op zich kan ik dan het schepnet pakken, in theorie dan, en dan is hij altijd binnen handbereik, zoals dit. Kijk, dit zijn de vissen waarvoor zijn gekomen. Prachtige brasem. En wat wel belangrijk is bij deze visserij is dat je er rekening mee houdt dat niet bij de eerste inzet gelijk kassa is. Dus belangrijk is goed voeren, de stek opbouwen en geduld hebben. Want hoe later de sessie is, of hoe verder de sessie vordert, hoe meer vis je zult gaan vangen en hoe beter de vis zal azen. Over voertjes wordt vaak heel geheimzinnig gedaan. En zeker wanneer het aankomt op de visserij op brasem. In de regel moet een goed brasemvoertje lekker zoet zijn, bestaan uit flink wat maisdelen en natuurlijk moet goed kleven. Dus laat het voer absoluut niet te droog. Maar nu kom ik bij het allerbelangrijkste in mijn ogen en dat is wat je bijkupt. En dan heb ik het in dit geval over grond.
En grond is voor mij een transportmiddel waarin ik heel veel aas naar de stack transporteer. Dus in dit geval heb ik hier mijn mengeling. Dat is het grijze leem in, die is goed vochtig en die plakt enorm goed. Dus als je het één keer in knijpt, is die gewoon muurvast. Maar belangrijker nog, die grijze leem zorgt er ook voor dat eenmaal onder water je balletje snel en gemakkelijk open gaat. Nou, als je dan gaat kijken, wat voeg ik hier aan toe? Ik heb een portie dode maden, geknipte pieren. Die heb ik standaard in een grote bak. Wil ik ze knippen, gebruik ik een klein bakje. Doe ik een partij pieren in. Gebruik een goede schaar en die knip ik. Dit meng ik onder elkaar. En de juiste verhouding van grond en aas is ook wel belangrijk. Maar in de regel ga ik net zo lang door met aas toevoegen. Totdat ik nog net een goede bal gekneden krijg. Die ook wel een beetje zacht en zompig is. Krijg je dat voor elkaar, dan heb je de juiste mengeling. Wanneer het aankomt op dobberkeuzes en lijnen, dan is één ding heel belangrijk. Maak het niet te moeilijk. Dus, dat heb ik vandaag ook gedaan. Ik heb gekozen voor twee verschillende dobbergewichten. Eentje is 1,5 gram en de andere is 2,5 gram. En het grote verschil zit hem uiteraard in het gewicht, maar ook de manier van vissen en aanbieden. Standaard zal ik altijd lekker licht beginnen, dus met die 1,5 gram. Die staat ook niet te ver over de bodem. Dat betekent ook dat ik er iets subtieler mee vis, iets minder blok, dus wat meer lift, wat meer beweeg, iets meer op de stroming mee laat gaan. Wat een hele goede manier kan zijn, is vandaag ook gebleken. Maar ik heb ook nog eens een zwaardere dobber. En zoals we braas hem kennen, is vaak een vis die veel op de bodem aast, vrij passief te vangen is. Daarvoor heb ik die 2,5 gram. Die heb ik echt om gewoon mee uit de steun te vissen. Dus echt blokkend. Het aas stil te presenteren, die staat ook net iets dieper. En het belangrijkste is ook, ik heb vandaag, er staat niet heel veel stroming, er staat wel iets van stroming. Maar het belangrijkste is, die wisselt continu. En dat betekent dat je ook continu met je tuigjes moet wisselen. Dus het ene moment kan het lichte tuigje het beste zijn, het andere moment de zwaardere. En het is ook afhankelijk van het aasgedrag van de vis. Zo heb ik bij het zwaardere tuigje standaard ook een iets grotere haak, een haakmaat 16 in dit geval. Waar ik vaak toch ook iets positiever mee vis. En vooral het allerbelangrijkste is het wisselen tussen deze twee lijntjes. Dat kan vaak die extra beet opleveren. Je ziet nu ook gedurende de sessie vordert dat ik gewoon blijf kuppen. Steeds vaker, steeds grotere ballen met meer aas, geknipte pieren, dode maden. En dat is bij deze visserij heel erg belangrijk, want zoals ik zei, je ziet dat die visserij evolueert. Dus het begin is moeilijk, vervolgens krijg je steeds beter beet. En dat is dan ook zo belangrijk dat je dan dus goed gaat voeren. Voeren is belangrijk om de vis op de plek te houden, te krijgen, maar belangrijker ook nog om ze goed aan het aasen te krijgen. Dus veel voeren, in het begin voorzichtig zijn, maar na de hand opvoeren. Mooie ook is aan deze brasems, vooral de aanbeten, de reactie die je krijgt op het voeren vaak. En het is ook een hele belangrijke wedstrijdvis. Vis die veel gewicht oplevert, relatief in veel wateren voorkomt. Dus wat mij betreft de perfecte sportvis.